De geschiedenis herhaalt zich, zegt men wel eens. Dus daarom, ja, hoe meer je weet over het heden, des te meer je ook kan vertellen over de toekomst. En daarom is het helemaal niet gek dat satirisch nieuwsplatform De Speld een voorstelling heeft gemaakt over de toekomst. En ik was vanavond bij de première. 1 De Speld. 56 theaters. 4 kandidaten. 1 algoritme. 482 scènes. 7 kuchende mensen. 129.382 paperclips. 1 ziel. 2 toekomsten. 4 pizza margarita. 1 zondebok. Geen kampvuur. Is De Speld Theater. Toert vanaf eind maart 2022. Zaal 1. Rij 4. Stoel 19. Jij bent stoel 19. Bekijk de speellijst en prik je datum. Ik zit hier met de twee topacteurs uit de voorstelling. Allereerst, de kop is eraf. Hoe voelen jullie je? Ja, maar lekker. Het was ja? een leuke avond. Was een leuke avond. Het zweet staat nog op mijn voorhoofd, maar ja. Nee, echt euforisch eigenlijk ja. Ook wel. Ja, maar dat was een volle zaal. Jullie hebben er natuurlijk even op moeten wachten. Ja. Ja, ja. Ja, maar dan krijg je wel wat voor terug natuurlijk. Want iedereen vond het volgens mij... heel leuk, dus dat is wel gunstig. Ja, en het is heel cool om in première te mogen gaan in een volle Schouwburg in Utrecht natuurlijk met deze voorstelling. En dat is ook een beetje comedy. Comedy heeft publiek nodig. Comedy, ja, dat moet elkaar een beetje aansteken. Mensen moeten elkaar een beetje duwen. En dat gebeurde vanavond wel, dus dat was echt heel tof. Want voor de mensen die misschien wel nu die voorstelling komen kijken, in een notendop en zonder spoilers, wat kunnen ze ongeveer verwachten? Ja, wij hebben een algoritme gebouwd die de meest betrouwbare voorstelling heeft weten te maken. En okay. Die wordt elke avond aangepast aan het publiek. Dus het algoritme bepaalt wat wij gaan spelen. Mm-hmm. Het zijn allemaal korte sketches. En daar zitten een beetje verhaallijnen in, zoals het ministerie van Zekerheid, wat een groter gedeelte van de voorstelling is. Op de grap gericht, maar wel stof tot nadenken. Ja. Dus een combinatie van die twee elementen. Want het is in zekere zin een voorstelling over de toekomst, een potentiële toekomst. Ja. Ja. Valt er in die toekomst nog wat te lachen? Nou, dat is een beetje het ding. Want mensen kennen De Speld natuurlijk van Betrouwbaar Nieuws van vandaag. Maar hoe schrijf je of maak je Betrouwbaar Nieuws van de toekomst? Want daar gaat de voorstelling over. Dat gaat niet. Dat moet een computer doen. Dus dat is eigenlijk, wij kennen tig scènes uit ons hoofd en die computer geeft elke avond aan welke scène we gaan spelen. En die past het een beetje aan op het publiek wat er die avond zit. Ja. Dat is spannend, hè? En het is wel om te lachen, maar er is ook veel ellende in het vooruitzicht, denk ik. Ja. Ja, en welke kant van, want het is een satirische voorstelling, welke kant van satire heeft jullie voorkeur? Of wat, ja, want je hebt natuurlijk aan de ene kant heb je de serieuze blik, hè? Wat kunnen we verwachten en daar kritisch naar kijken. En aan de andere kant is natuurlijk gewoon de lach. Ja, goede vraag. Moeilijke vraag eigenlijk. Het is wel. Het is wel een beetje, we hebben de voorstelling ook gemaakt. Want de toekomst, als je een computer een voorspelling laat doen over de toekomst, is hij nogal zwartgallig. We gaan er eigenlijk gewoon allemaal aan. Dat is de conclusie. En als je dat lachen wil maken, dan moet je het ook van andere kanten gaan bekijken en belichten. En dan moet je misschien ook een beetje lucht toevoegen aan de voorstelling. Maar we kunnen er, ja, dus dat hebben we gedaan. Maar we kunnen er niet omheen, de toekomst, belooft niet veel goeds. Volgens De Speld, hè? Dat zijn wij niet. En niet onze verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid ligt bij GPT-3. Ja. Het algoritme. Gelukkig zijn er bepaalde medicijnen voor. Misschien moeten jullie me gewoon lekker een klein drankje gaan drinken om te vieren dat deze avond voorbij zit. Ik ga jullie niet langer vasthouden. Jullie bedankt voor het kijken naar deze cultuurtalk, maar we zijn nog niet. Ik ga nog even babbelen met de mensen die hier vanavond ook van deze voorstelling hebben mogen genieten. Leuk. Hij is Ralf van Noor. En tot. Hopelijk jullie tot de volgende keer. Ik sta hier met Sophie. Sophie, wat vond je ervan? Ik vond het fantastisch. Ja? Ik heb echt gehuild van het lachen. Wat lekker. Zie je nog een beetje. En genoten ook van de liedjes en van het lied eigenlijk. En ik vond het absurdisme vond ik heel leuk. Ik vond het heel mooi. Wat ik heel leuk vond. Ik heb het gespeeld in artikelen en ik lees het al heel lang. En ik ken ook een beetje de mensen die artikelen schrijven. En ik vond het leuk, want er zaten heel veel speldachtige grappen in. Ja. En sommige dingen herkende ik ook wel, dat ken ik van De Speld. Maar nu zat er een soort hele theaterlaag overheen gesmeerd. Dat vond ik wel echt vet gedaan. En nu is de voorstelling, was het over de toekomst. Valt er in de toekomst nog wat te lachen? Nou ja, dus niet de toekomst die het algoritme heeft voorspeld, is niet per se de toekomst waar je wel in wil leven. Nou, blijkbaar wel. Blijkbaar valt er genoeg te lachen. Ja, zo simpel is het eigenlijk ook. Ja. En met wat voor gevoel ga je naar huis nu? Ja, een positief gevoel. Toch wel? Ja. Ondanks het dystopische einde? Ja. Oh, nou heb ik een beetje gespoild. Maar ik denk toch dat het wel goed komt. Maar ik zit ook, ja. Ja, nee ja, ik zit wel lekker in mijn vel of zo. En ik, dus ik denk, hetzelfde komt wel goed. Maar ja, dan lees je zo'n rapport over de stijging van de zeespiegel. En dan denk je het toch niet goed, maar ja.
dat is leuk. Maar dan maakt zo'n premièreborrel in de afloop natuurlijk een hoop goed. Dit maakt een hele hoop goed, ja, zeker. Achter mij gaat de naamborrel nog even door. Ik vond het heel leuk om erbij te zijn. Ik ben verrast. Dit was niet wat ik van tevoren had verwacht. Ik weet ook niet zo goed wat ik wel van tevoren had verwacht. Maar ik vond het een hele grappige, hele leuke voorstelling. Leuk om iedereen achteraf ook zo enthousiast te zien. Dat is natuurlijk het grote voordeel van zo'n première. En mocht jij zelf naar deze voorstelling willen zien, dat kan. Ga naar www.speld.nl/theater voor de speellijst. En dan zien we jullie weer bij een volgende Cultuurtalk. Doei!